De wo komang fun an Surinaamse waterleidingmaatschappij dan de verscherp de aksi. De noman meke mofu an a direksi aba a verhoging di de wani tapu a wo komoni fude. Ma ook tu, tu bon tu de na a maatschappij yaso. Meke waliki fa derik take an ading baka di de be beleg wan persconferensi a ni na C47 gebouw. Asan begina a laatste tarif voor weer voor de bus tarif. Pe want to lead a pay bus gua fahato we pe de matak boy. If mi pay a bus is 740 kolo one day, na bijna 35 kolo one day, pe de matak brada, we start wa wilde aksi. Dat pe asan begin. De ma start wa wilde aksi, a new bus stuur san de onderleine voor mi uteka aksi. Abra, u gua fee pe to lead si pe u aksi fee pe tak loko. De mei dede, a se a uno matika ma de mei dede, kolo kuf gide ma watu lage, to? Ma tangano uno kisa tulaga ete en u kis gesprek na nga minister fu waterlik van mitakengba in opdracht fu a minister fu NH sref dat pe wa positief result no kong maandag hebben we gesproken met de directeur van SUM vandaag weer ama pot wa bedrag tap tafra ala tu di pe de lider tak nomi na mangu akkoord na nga bedrag dat omdat if mi kisa bedrag dat fos mi kisa bijna a verdamba i begrijp to walo aanpassing op licht door de regering bij de man om te komen uit Moro. Dus als bedrag staat de man kiezen, maar dat is nodig naar zomaar. Zomaar, je geeft me toch aan je me. Tap, om een of een voor Amonim Kong. Kijk, vanuit het veld is een maximum bedrag van gevraagd van 5000. Maar wij, zowel de leden, weten dat dat niet realistisch is en dat we dat niet gaan kunnen krijgen. Maar we zijn bereid te praten. De directeur heeft een bod gedaan, maar het bod het valt niet in de geliederen van wat de mensen willen hebben. Of waarin de mensen zich kunnen berusten. Om begonnen vicepresident, zou je spreken allemaal naar vicepresident? Oké, ik heb een petitie gehoord aan vicepresident. Ik heb een petitie gehoord aan vicepresident. Ik heb een petitie gehoord. Na sem badra sam be karik ba ube takang amang ama tegmi ama belu la tra ma tegu tak luku mo dirisani mo luku fu ara kere et onat ara esu yang apa wa moni na ara kere los fu ateri foru ken mo luku fu sam moni dat gunu ma tangano uno kis nek tak moni lusu des uno ma apno bendat basura tak e na dis wo kisi of dis wo feni tanga olanga wengi a direct a directie voor SWM a gelegenheid voor los a probleem die ze op? Kijk, we hadden hem, dus Frida die utaki utak, we denken dat we nodig hoe moende uit, a man nodig hoe werkelijk uit, we bij appa afspraak tide de man dat nee, wat jouw hapje druk komen over scherpe actie, dus men verwacht dat Tamara a directeur zijn karmie baka, dan men denkt Tamara kan ook afvinden hoe ze de vrienden of een positief resultaat, waardoor de man kan gaan roken baka, en een gemeenschap kan de volledige voorzien van water baka. Sana a probleem ten aanzien voor a overdrag voor a oru bestuur gona nyuang. Oké, okay, logo. Dat nou wa hier apart trafeti. A feti dat no de in actie disi. Maar dat a feti dat die tu bestuur de wa oru bestuur de na nga de leader hoor van verkiezen pe de kiezen milek voorzitter. Dus asan dat we fit na nga rechter. To? Dat a actie disi no de helemaal niet bedoeld voor asan dat die. Asan dat we gwa rechter no de oru bise na nga rechter. Alle de twee uur is de bezig, dus in feite naar rechter om gewoon de rechter dat tegen zo'n bestuur naar rechtmatig bestuur. Maar ik ook had dat je op je zo abra afetti dat is en afetti dat prus. Oké, logo, als aan de zo. De leden in mei van dit jaar hebben de leden het vertrouwen opgezegd in het oud bestuur. Ja, in een brief hebben de leden het vertrouwen opgezegd, maar het bestuur heeft niet meer terug gecommuniceerd. Dus de leden hebben de statuten gevolgd en hebben gezegd, luister, je wil niet communiceren, dan gaan wij een verkiezing houden en dan stemmen we in veto weg. En dat hebben ze gedaan op 16 juli en er is een nieuw bestuur gekozen onder leiding van mij. En het oud bestuur weigert over te dragen omdat ze aangeven dat de verkiezing nog gaat naar lidfasie. Maar terwijl we alle de statuten voor horen verkiezing. Sa ondoen schlik we horen verkiezing baka te a rechter bepaald sam gebeurt. Dus dat is afhankelijk van de rechter bepaald. Want de rechter kan ook over bestuur, dit is mijn ableting. Je hebt draag over, maar de rechter kan ook toe een mensen komen te kwam besluit. Over verkiezingen bakken. Dus dat wil ik die rechter voor de rechter besluit. Lek van Asande Nounou de, ons aptak in een kondre, een aantal verhogingen voeren door
door de president. En de verhoging naar Alasma. Op een gegeven moment moeten we ook te bezig naar een CAO-onderhandeling. En als CAO-onderhandeling die zien, wie is van de va? We moeten terugkijken naar de inflatiecijfer, de prijsverhogingen en alle actualiteiten die plaats hebben gevonden qua prijsstijgingen de laatste tijd. Die leden kunnen het niet aan. Ik ben ook lid en dat is op grond daarvan. Sowieso, middenjaarse toon. Zot bestuur ik is een nieuwang of een oude bestuur? Ik ben voorstander van het oud bestuur. Van het nieuw bestuur, sorry, van het nieuw bestuur. Voor zei je met ik kies een nieuw bestuur? Het oud bestuur heeft heel veel steken laten vallen. En op grond daarvan, je gaat bij de leden geen draagvlak meer hebben. Zodat hij steken laat vallen. Er wordt niet gecommuniceerd. We horen niets. We richten brieven. We doen aanvragen. De voorzitter reageert niet. En je weet niet waar je staat. Als je nu weet waar je staat in deze tijd, waarbij er best in de verhogingen plaatsvinden, waarbij we al een paar jaar terug al ingeleverd hebben bij loonsverhogingen waarbij er geen doorwerking is, bij je pensioen. Je kunt zich voorstellen, die leden zijn gebelgd daarover. Je hebt anderen die met de bus komen, je hebt anderen die met de auto komen, met de bromfiets. Die benzineprijs, die koersaanpassingen. Prijzen zijn driemaal verhoogd in de winkel. Tot laatst toe hebben we dat is een issue. De EBS, die prijsverhoging van de EBS. Ieder klaagt zo'n beetje hier, heb ik begrepen. Dat die prijsverhogingen bij de EBS, want ze hebben hun rekening betaald. En ieder zegt van, hoe komt het dat de EBS aan zo'n forse steeg tariefsverhoging kan komen en de SWM niet. Dus dat zijn allemaal issues. Soort probleem die binnen een bedrijf SWM zijn jullie tevreden aan gaan. Kijk, één ding staat als een paal boven water. Meneer Oosterling werkt heel hard. Dat weet ieder. En wanneer ik zeg ieder, hij komt in het nieuws. Maar ieder ziet die projecten die de SWM door middel van meneer Oosterling als directeur klaarspeelt. Maar hoe speelt meneer Oosterling het klaar? Meneer Oosterling kan het toch niet alleen klaarspelen? Er zijn werknemers, er zijn leidinggevenden, er is een managementteam, noem maar op. Maar die projecten worden in elkaar gezet. Maar wat about het werknemersbestand, het werknemerscollectief? Het is al een, als ik het goed inschat, 3 tot 4 jaar terug, waarbij er toezeggingen zijn gedaan en tot de dag van vandaag, we steeds weer horen dat het niet kan lukken. En op grond van al dat soort zaken zijn die arbeiders zo gebelgd dat ze dus vandaag aan de dag zeggen van luister, tot nu toe is het zover. We houden het niet meer vol. Dit zijn onze acties. Nanga, dit probleem die zie je in de tevreden binnen een bedrijf? Sowieso niet binnen de tevreden. Omdat er is aangegeven, ik ben zelf mediaman, er is aangegeven dat een kuub water geproduceerd wordt tegen een bepaalde prijs. En diezelfde kuub water aan de man of aan de gemeenschap wordt geleverd of verkocht tegen een prijs dat veel minder of veel lager ligt dan de prijs die dat veel lager is dan de prijs die gepaard gaat met de kosten om dat diezelfde kuub water die geproduceerd wordt voor een veel lagere prijs aan de gemeenschap aan te bieden. Ik weet niet, ik zou dat stukje begrijp ik ook even niet, want
Je kan geen bedrijf runnen. En je bent bezig met een eindproduct. En je zet een x-bedrag om tot het eindproduct te komen. En om dat eindproduct te verkopen, ga je dan verkopen tegen een veel mindere prijs dan die input die je nodig hebt om tot het eindproduct te komen. Het gaat nooit werken. Dus, zijn dingen die ons dwars zitten als personeel. Een chilek won tap de water. Daarover wil ik, om eerlijk te zijn, een tap water. Een tap water. Zo'n boodschap unu abigi aan regering. Als ik de laatste berichten heb gevolgd, actueel, heeft de president aangegeven dat hij geen prijsstijgingen of prijs. Dat hij niet eraan toe is nu om door te gaan met prijsverhogingen. Maar er is een grote maar ertussen. Er zijn al prijsstijgingen doorgevoerd. En die prijsstijgingen zijn een beetje wurgend. Niet een beetje, ze zijn wurgend. Net zoals ik vooraf aangeef. Leden komen met de bus. Leden komen met de auto. Die koersaanpassingen van de president. Van 8 zoveel tot nu toe naar 25 zoveel voor die euro. En die dollar tot 21 of 20 zoveel. Hebben ervoor gezorgd dat je sowieso voor een product in de winkel voor bijna op zijn minst 3 maal de prijs gaat betalen. Maar die lonen zijn hetzelfde gebleven. Wat verwacht je eigenlijk dus van de werkende klasse? Het werkt niet. Men kan zo niet doorgaan. Op een gegeven moment gaat dat ding een climax bereiken. En ik denk dat bij in ons collectief dat dit op dit moment we eraan toe zijn om aan te geven dat het dus niet meer acceptabel is. Dat bedena Taki die Derek Samuel bij Abi aan de sama voor SWM. Voorzitter voor aanvoeding Bontu Koutak en zo. We kan het toe Bontu de nape en intussen een bemiddelingsraad aan is aan konde. Accident voor de Holy One referendum. Dat want Taki de membe voor na Bontu of de Bontu. Mo piki sama de wani eke na bondsbestuur voor na Bontu na SWM. Na taanse de wegikon voor lukufade kan opo amoni voor de wokoma. Na politieke partij NOP dat een beleg van persconferentie na P de taki de no e kabafusta na fasi van massa claimants e woko. Bika de janga a politieke partij abo be abi mofu taki. Ma age ke claimants e te kede e du sa wani. Mekeu alke van verslag voor Derek Samuel. NOP beteken Nationale Ontwikkelingspartij. Oli wa persconferentie sana a conferentie disi. A persconferentie ju hori na eigenlijk fu melde a gemeenschap fu tegi kondre fu piki kondre taki ube abi wan jugu jugu anya partei. En uno be ma fenyu serefi ju taki nanga makandra uno be ma fenyu serefi anya jugu jugu. En asambe konsofara taki ube abi fu teki afkati. We take afkati en we take afkati serefi wang afkati uroko sama en bakadat serefi unobe manshi wang oplossing dus dan ugona uchara turi gona na akrutu bakara sana problem funu anga de heer Melvin Claimers. Well, wan politiek partij abi wan voorzitter hè en a voorzitter mu lei a partij ano e wang makandra na a bestuur dat want taki des mo di dang en sama wan partij abi a voorzitter abi secretaris abi penningmeester en abi tra bestuursleden commissarsi sama mo cara partij en wan moment kon pe a voorzitter no wani arki a bestuur moro a voorzitter begin uroko e wang
ane taki nanga bostuur moro, ane arki a bostuur moro. En di dati kom sa, u taki angen, en ano arki, ano giesi, en omdat ano giesi, dan trafas no bede, tras ma proberi fu bemiddel, dat wan taki de be konfu yepi fu taki, maar dat sref no luk. Sma proberi fu bemiddel, maar a voorzitter no be wani arki. Tok, dens ma dati, nye u taki no, dan wogomoro fara. En in wan kondre lek sranang, we kare wan rekstad, dai magwa krutu bakrati no den isfu antorianga makandra. Sana posisi fu de heer Melvin Clemens nono aini aparte inop. Well, no, uno vergade daarover het. Dus u moet luku en om takete precies fa wi o go omanga pisto dati. Ishi eke nop awani samuwerke anga partei abop? Nee, dat ja na eju. A samuwerke anga abop no nooit bede na discussie. Dus uno bi api problema anga samuwerke nanga abop. A samenwerken naar ABOP, no be de na a discussie. Dat taki no be taki voor a pisto, dan dat be ja probleem. A probleem be de taki a voorzitter Wang e dusani buiten a bestuur en zonder a bestuur be sabi. E Wang e guadoro, e Wang e tek beslissing. Da ikon, da ne tegi tu, a yere yera nyons, ye leza kranti. En dat be ja probleem. Maar ABOP, Wang ABOP, nabi probleem. Maar voor kiezen holy binnen a partij voor a voorzitter jaso? Zo toe aan de voorzitter. Man de heer Clemens, dat hij wat verkiezen hoort bij een beetje programma. Juist, dat na punt. Dus samen met Afkati, u luku de statuten, u luku de huishoudreglement, dat want dat hij de papier had die bestuur abi, a la politieke partij abi. En nanga den besluiten dat hij a huishoudreglement. A statuut van partij sa yu mag doelik voorzitter, sa yu no mag do. En te du bepaalde sa ni, san wi kan doelik bestuur fu puri fu inogodoro in ja facilitate, omdat di wan partij abi a de reglementen fien, da we karen statuut. En nanga statuut dat di, i kan sorgu ta ki wan voorzitter van politieke partij of wan organisatie di abi statuut no edu sa awani. Maar hij hoort en schreef naar de afspraken die schreef je poti dat we. Dus aan de hand voor dat hij, nanga de statuut dat hij, ube man voor poren en pocha wansi, dat hij verloopt, kan ube tjaren schreef je, leke voorzitter. Maar aan de arki, abigin kon, abigin taksani, gwa nyons, gwa Facebook, ome presha go taksani, en probeer voor royer, abostuur, ishi en ala de sa dati datu antaki na olokspat datu antaki na trobi en dati chara sani taki utaki okay dan wogo moro fara en abosloi dat teki ini a partei rat den de abia makti de abia bofukeit ya fukantu dati dat bede ataki fu na edeman fu NOP di gi uitleg abana situasi anga masa Melvin Clemens de taki de wani a chain safe ke fa parte wani ano meteke solo aksi e ke fa de kain na minister fu justitie en politie Kenneth Amoxi danono de adia Nederland pe ook tu adia nya delegasi fu na president Chandrika Persat Santoki agi an taki de onderteken wan samenwerkingsovereenkomst tapu justitie niveau maar zo ook to awaka wan tupesi fu lukufa de du justitie anga politie toli so dat sambung akachai ook to kwasana mi ko lukuan verslag fu CDS aba na busuk fu na prisi fu na minister hoofdofficier van dienst bij de brandweer Haaglanden. En vanavond heb ik samen met een aantal collega's de minister van Justitie van Suriname rondgeleid op de hoofdkantoor van de brandweer Haaglanden. En we hebben met de minister een leuk gesprek gehad en ook gesproken over onze samenwerking met KBS, Korps Brand Suriname. En we hebben de minister ook ons gebouw laten zien en laten zien hoe wij dat hier organiseren.
vind het heel erg fijn dat er zoveel aandacht wordt besteed aan onze samenwerking met Korps Brandweer Suriname. Wat ooit is ontstaan uit de onderlinge samenwerking tussen twee korpsen. Die het goed met elkaar konden vinden op het gebied van mensen. En waar wij daadwerkelijk een bijdrage konden leveren op het gebied van onder andere materiaal en kennis. En in Den Haag hebben wij een grote Surinaamse gemeenschap. Dus wij vinden het ook heel belangrijk om met het Korps Brandweer Suriname samen te werken. Om zo ook onze doelgroep in Den Haag beter te kunnen bereiken en te begrijpen. Dus dat is een van de belangrijke punten waarom wij graag met Suriname samenwerken. En we willen graag onze kennis die wij hier in Haagland hebben delen met onze collega's aan de andere kant van de hele grote plas. President Chandrika Prasad Santokhi. In dat verband heb ik een bezoek gebracht aan de brandweer Haaglanden. Onze eigen brandweerkorps in Suriname heeft al geruime tijd, vanaf 2019, is er een samenwerking met de brandweer Haaglanden, bestaande uit uitwisselingsprogramma's, trainingen voor onze brandweer. En ik ben hier om die samenwerking te continueren, uit te breiden en uit te diepen. Ik heb daarnet rondleiding gehad op hun brandweerkazerne. En ik ben heel onder de indruk daarvan, van die rondleiding en de mogelijkheden die ze zelf hebben om hun brandweerkorps in stand te houden. Het materiaal dat ze hebben. Hun werkplaats, al die attributen die ze gebruiken voor de verschillende afdelingen. Heel, heel, heel indrukwekkend. En ik ben blij dat ons korps Brandweer Suriname Haaglanden als partner heeft in deze samenwerking. En ik als minister, ik maak me zeker sterk om dit te continueren, om te uit te breiden. Ik heb het korps hier uitgenodigd voor een bezoek aan Suriname. En bij dat bezoek hopen we dat we een geüpdate convenant kunnen tekenen. Waarbij we zeker gaan meenemen een officiersopleiding, het curriculum daarvan. Kijken naar mogelijkheden om de brandweerzorg te brengen naar het binnenland. Van Suriname, omdat ik geloof dat elk gebied in Suriname recht heeft op brandweerzorg. En daarvoor gaan we ook. De collega's hier hebben ook aangegeven dat nieuwe ontwikkelingen die zij meemaken, die zij hebben geïncorporeerd in hun korps, in hun activiteiten, als toepasselijk zijn voor Suriname, dat ze ook zeker zullen meenemen. Dat bedoel na verslag voor CDS, aba na bezoek van minister Tjai onder andere naar brandweerkazerne voor aanvoeding gemeente in Nederland. En ook toe dit teken van justitieel overeenkomst. Is er dan een persconferentie holi PDG uitleg aba na corona situatie in wikonde uje nya fi de holof ke fai sabi. Me ko lu ko een pisi na persconferentie. Ja zo. Gezondheidszorg in Suriname al geruime tijd onder enorme druk staat. Reguliere zorg en met de komst van COVID sinds anderhalf jaar nu
is de druk zeker niet afgenomen, maar sterker nog enorm toegenomen. En dat treft alle facetten van onze gezondheidszorg. Het betekent dat de afgelopen periode met name verpleegkundigen, artsen, zaalartsen, medische specialisten, fysiotherapeuten, laboranten, noem maar op, enorm hard hebben gewerkt om de zorg te kunnen bieden aan onze medeburgers. Een groot deel daarvan is gelukt. Helaas hebben we ook Surinamers aan de gevolgen van COVID verloren. De druk in de ziekenhuizen is enorm. En dat betekent dat wij het grote aantal besmettingen die we nu hebben, als dat zich voortzet en er een heleboel zieke mensen zich verder gaan aandienen de komende periode, dat er hele grote problemen zullen ontstaan. Omdat de zorg, ook al zouden we dat graag willen, en dat willen we ook uiteraard, simpelweg niet geboden gaat kunnen worden. We hebben een tekort aan één ziekenhuisbedden enerzijds, maar dat niet alleen. Ook een tekort aan medisch personeel, tekort aan medicamenten en noem maar op. Dus feit is, belangrijk is dat deze trend zich niet gaat voortzetten. En dat hebben we met z'n allen in eigen hand voor een belangrijk deel. Wat we dus nu hebben, situatie is dus daar, op dit moment is de situatie zo dat de algemene COVID-zorg, reguliere de COVID-zorg voor patiënten die niet intensief care behoeftig zijn, dat die zorg voornamelijk geboden wordt in Wanica ziekenhuis en in het Slans Hospitaal in Paramaribo. Intensief care zorg wordt geboden in het Academisch ziekenhuis en in het Slans Hospitaal. En dat is eigenlijk, met name wat het intensief care betreft, dat is eigenlijk wat we allemaal nu te bieden hebben en voor de komende periode zal het ook niet anders zijn. Want we hebben niet meer intensive care verpleegkundigen, we hebben niet een groter aantal intensivisten die ook elders intensieve zorg zouden kunnen bieden. Dus ja, deze beperking allemaal hebben genoemd, denk ik dat de situatie voor ieder best wel duidelijk is dat we het groot aantal van nieuwe besmettingen en het geval daarvan ziekenhuisopnames wellicht niet het hoofd, of zeker niet het hoofd gaan kunnen bieden. Dus aan ons allen de taak om in de komende periode de maatregelen acht te nemen en waar mijn andere collega's ook verder in lucht over zullen schijnen, ook om het eerst laten in en te vaccineren, omdat dat het wapen is. Dat is het tool dat we hebben. Ik zal maar ook gelijk zeggen, anderhalf jaar geleden, een jaar geleden, misschien zelfs een half jaar geleden, hadden we minder voorhanden om ons te bewapenen, om ons te beschermen tegen de COVID-19. Nu is de situatie anders, voor een belangrijk deel anders. We hebben de tools nu wel in handen. Dat betekent naleven van de maatregelen. Dat betekent ook je laten vaccineren. De situatie in de ziekenhuizen, om daarop terug te komen. Ik heb vanochtend ook met collega's gesproken. En wat we dat zien is dat het enorm moeilijk is om die zorg te blijven bieden. En dat we met z'n allen de inspanning moeten gedloos om aan de tijd te keren. De openingsslide is weggevallen, maar ik ben dus Lieke Wartier, internist-infectioloog. En ik zit onder andere in het Nationaal Coördinatieteam van de COVID-19-vaccinaties. En in het kader daarvan wil ik u vanavond iets vertellen over de stand van zaken met betrekking tot het vaccineren tegen COVID-19 in Suriname. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is wat collega Panka ook al noemde, de situatie van COVID in het land. En dit plaatje laat dat heel goed zien. Die situatie is niet goed. We zitten midden in golf 4 en als u goed naar het plaatje kijkt, ziet u dat golf 3 eigenlijk nog niet eens voorbij was. We zijn niet heel erg gedaald na golf 3. We bleven veel positieve houden. Dat betekent dat de zorgmedewerkers ook hard aan het werk moesten blijven. En nu al golf 3 nog niet over en golf 4 is alweer begonnen. En als u naar dit plaatje kijkt, ziet u ook heel duidelijk dat golf 4 nu al heftiger is dan alle golven die we tot nu toe gekend hebben. Dat is logisch, dat is de Delta variant, die verspreidt zich sneller. Dat zien we ook in andere landen om ons heen. Maar ook in Suriname zie je nu hoe snel de getallen oplopen.
Nou, hier wil ik u graag laten zien hoe het tot nu toe gaat met het vaccineren in Suriname. U ziet hier in deze grafiek drie lijntjes. Ik weet niet of ik die kan aanwijzen, dat denk ik niet. De bovenste lijntje, het blauwe lijntje, is het totaal aantal vaccinaties wat tot en met 8 september gegeven is. Dat zijn al 359.000 prikjes. En dan ziet u daaronder het lijntje met het aantal eerste vaccins, de eerste doses die gegeven zijn. Dat zijn er 209.000 en het aantal tweede prikken, dus de volledig gevaccineerde, 150.000. En hier ziet u dat dan in een wat overzichtelijkere manier misschien. Het aantal gevaccineerden met minimaal 1 dosis in Suriname. Zoals net al gezegd, 209.137 personen in Suriname hebben nu minimaal één prikje gekregen. En dat is 43% van de doelgroeppopulatie. En wat is de doelgroeppopulatie? Dat is iedereen die in Suriname woont die 12 jaar of ouder is. Want voor iedereen boven de 12 zijn vaccinaties nu beschikbaar. Gedeeltelijk gevaccineerd 12,27% van de doelgroeppopulatie en volledig gevaccineerd 31%. Dat bij de persconferentiemoment zou je kongiu die de beholi abana COVID-19 en een persconferentie aan holi bakken een lange visiting. En dat is ook een kabafoon. Gongo sabot of tiden takigantangi di luku. Te kan een schwitty weekend.